Tegen René Michel. Nee, joh. Hey, mag René, vertel even, man. We zijn nou in je tuin. En ik was hier omdat ik had gehoord dat jij het hotel hiernaast hebt overgenomen. Of in ieder geval gehuurd. En jij bent nu de nieuwe exploitant van Hotel aan de Dam. Klopt? Ja, klopt. Sinds 1 april. Maar iemand zei laatst ook tegen me van, heb je de tuin al gezien? Dus ik dacht, de tuin van de Zwarte Ruit, natuurlijk heb ik die gezien. Maar nou, weer een enorme... Vorig jaar had ik dit trapje al gecombineerd. Alleen die schutting liep al helemaal door naar de achterkant. En hier hebben hierachter zat één grote wildernis van 26 jaar bomen. En uiteindelijk zeg maar na 23 dode katten, 26 dode vogels en een paar dode ratten zeg maar. Hebben we helemaal leeggegraven hier zo achter. Alle bomen eruit getrokken en hebben we het eigenlijk bij de terrassen betrokken zeg maar. Ja, maar nu heb je echt een waanzinnig mooie tuin met mooie bomen erin. Ja, klopt. Maar die bomen die stonden er al, daar hebben we niks aan gedaan. Nee, dat snap ik maar. En dat dakje hebben we eigenlijk... Hebben we eigenlijk een beetje als schijn, zeg maar, een beetje liefdewerk, vriendenwerk, oud pier, zeg maar, hebben we dat eigenlijk neergezet. Wel degelijk. En gewoon een barretje in gemaakt. Dat is wel leuk. Nou, ik ga daar meteen een beetje het vakantiegevoel van hier. Hier kan je een goede barbecue houden en een jacuzzietje erbij. Ja, dat soort dingen. Het is wel waanzinnig. Ja, dus dit hebben we eigenlijk doorbestraat. Dan hebben we eigenlijk wel een leuke, gewoon gezellige tuin eigenlijk. En dat is eigenlijk een beetje het verhaal. En het hotel, want dat doe je er nu bij. Maar het inchecken en dat soort dingen, dat gaat ook allemaal via het eetcafé? Of, Ja, dat hebben we eigenlijk. We hebben niet echt een balie daar zo in het hotel. En in het restaurant komen ze en ze komen al direct binnen. En dan hebben ze het al gezien. En ze komen ook heel makkelijk daarna een hapje eten of wat drinken. Of noem maar op. Dus vanuit het restaurant checken we gewoon de mensen in, lopen we mee. En dan doen we ook het ontbijt hier zo. Gelijkvloers. Het is makkelijk. Ja. Maar het is, je hebt net ook even het hotel laten zien. Het is echt wel een mooi groot oud gebouw. Ja, klopt. Grote kelder er ook nog onder. Maar vanaf wanneer het dateert weet ik niet precies. Maar volgens mij in het begin 16, 18 of een beetje die kant volgens mij heb ik wel iets van horen zeggen. Maar ik weet, kijk, de Zwarte Ruit is zeg maar vanaf 1498 is het pand beschreven. Ja, dus precies. Van het pand van Middelburg. Dus ja, ik denk dat dit ook niet veel jonger dan zou zijn. Maar het is toch wel gewoon super gaaf om hier te ondernemen, of niet? Ja, dat is leuk. Jij bent tevreden en jij bent ook nog steeds betrokken bij... Bij dan moet ik altijd zeggen even... De Kemel. Ja, precies. De Prins op het Witte Paard. De Prins op het Witte Paard, ja. Ja, dat is mijn maat, hè? Patrick Prins. Ja, precies. Dat. Maar we doen het eigenlijk een beetje samen. We hebben eigenlijk dagelijks contact, we lachen. Maar goed, in principe ik bemoei me daar niet zo heel veel mee. Patrick die regelt daar alles. Maar met personeel kunnen we onderin, kunnen we daar gewoon wel een beetje makkelijk mee schrijven. Als daar druk is, kunnen we hierbij springen, andersom. Maar als dus, mensen jou nou willen treffen, gaan ze dan het beste hier aan de bar zitten bij de Zwarte Ruiter? Of, Als mensen voor mij komen ze hier bij de Zwarte Ruiter. Gewoon ja, precies. We willen gewoon één gezicht hebben. Patrick is daar het gezicht, ik ben hier het gezicht en dat vind ik prima. Je kan niet één gezicht zijn op meerdere locaties en dat wil ik ook. En tot slot, je gaat ook nog trouwen, hoorde ik, op de markt in Middelburg. 25 mei. Hoe lang ben je al samen? Zo, bijna 10 jaar denk ik. 10 jaar, en nu ga je opeens trouwen? Ja, weet je... Dingetjes regelen? Ik dacht, ik ga gewoon een keer gek doen. Dus gewoon een keer, in een leuke opwelling gevraagd. En ze zijn nog jou. Ongelooflijk. Maar in ieder geval, leuk, 25 mei. En dan ga je toch wel het feest in deze tuin doen, of zit dat er niet in? Nee, we gaan naar Huis de Schelde. Echt waar? Dan heb je zo'n tuin. Ja, maar ik wil geen overlast met mijn buren. Nee, ik snap het. Dus. Hey, dankjewel voor de toelichting en veel succes, man. Ja, dankjewel.